Mijn tip voor jou is, zoek eens twee jonge gemeenteleden die ongelovige vrienden hebben en betrek hen samen met hun vrienden eens bij de voorbereiding op de dienst. is een spannende, eigenlijk ook een hele simpele, maar het daagt je wel uit om gewoon weer eens tot de kern te komen. Om het niet te doen met de bekende woorden of veronderstellingen dat iedereen het toch al weet. Lees samen het paasevangelie, lees samen eens 1 Corinthians 15 en kijk eens of je samen weer tot de kern kunt komen. Wat betekent dit nou voor jou, voor mij? Nou, en zorg ervoor dat de dienst uiteindelijk inhoudsvol relevant wordt voor deze mensen, je eigen jongeren en hun ongelovige vrienden. Het kan maar zo wezen dat je jezelf ook weer gaat verwonderen over de inhoud van Pasen. Succes en zegen!